We doen het vandaag gewoon eens een keer lekker anders. Normaal doen we dit altijd boven in het stadion. Maar toen dachten wij met dit weer, we gaan eens naar buiten. We rijden eens naar Ubachtsberg. We rijden eens naar de Bernardushoeve in Ubachtsberg. En we komen daar terecht bij een van de jongens die vroeger de steunpilaren waren bij Roda JC. Welkom bij Roda JC Club TV met vandaag als gast Marco van Hoogdalem. Dag Marco. Hi. Wat een weer, hè? Heerlijk. We zitten hier op je eigen terras, hè? Ja. Maar niet alleen, we hebben wat mensen om ons heen. Ja, ik heb wat mensen uitgenodigd. Ja, het ziet er zo stil uit. Ja, maar prachtig uitzicht hier. Ja, dat is... Dit is de zaak die je met je echtgenoten runt. Ja. De Bernardushoeve. Ja. Ubachtsberg. Hard werk, hè? Dat kan je wel zeggen, ja. Zeker na de afgelopen 3 dagen was het behoorlijk zweten. En ja, dan maak je daar, dan ben je om 8:30 ben je hier in de zaak en dan sluit je om 10:00 s'avonds sluit je af. En dan de volgende dag weer. Dus ja, dat is best wel pittig. Ja, je hebt eigenlijk niks van het voetballen gezien, denk ik. Nee. Niks van Roda gezien. Nee, achteraf ben ik daar misschien wel blij om. Ja, je hebt ook niet heel veel gemist. Nee, ja, ik hoorde het links en rechts een beetje in de landengang en vandaag in de krant natuurlijk wel gelezen. Nou ja, ik had gelukkig aan de... Je had zaterdag en zondag iets meer met het wielrennen. Ja. De Amstel Gold Race en de Tour. Fantastisch. Van de Amstel Gold Race. Ja. Marco, het werd 4-0. Tja, dat is een aardige oorwas die ze gekregen hebben. Ja. Ja. Doet je dat ergens aan denken? Doe ik me daar ergens aan denken. Ja, ik bedoel? Ja, het is zo moeilijk, hè. Kijk, de club zit al in slecht weer. Nu lijkt dat het elftal ook niet de gewenste impulsen opneemt of pakt. Ja, dan is de vraag, wat heb je te zoeken in de play-offs? En, natuurlijk hoop je er wel op. Dat is duidelijk. Voor een voetballer is dat hoogst behaalbaar nu. Dus je moet er gewoon voor strijden, denk ik. Maar eerlijk gezien, als je dit afspiegelt met de prestaties die nu op het veld staan, denk ik dat je daar helemaal niks te zoeken hebt. Ik heb je vorige week ook gezien, afgelopen, wanneer was het? Maandag? Vrijdag? Vrijdag, ja. Toen was je wel even daar. Dan was het ook al amateurvoetbal. Het lijkt of de angst helemaal ingekomen is. Ja, ze durven niet meer te voetballen. Of dat miscommunicatie is met hoe ze willen spelen of ik weet het niet. Dat is iets wat heel snel uit je kopjes moet. Want nu ga je ook ten onder zonder strijd. En de Roda stond altijd wel bekend dat ze wel strijd leverden. Ja, de trainer van Telstar zei, het was net alsof ze de Kouwberg hadden meegenomen. Want ze stonden met 10 man achter te verdedigen. En Telstar moest tegen een berg op voetballen. Ja. Het was eigenlijk niet echt leuk. Was het jouw tijd ook anders? Ja. Niet alleen bij Roda overigens, maar ook bij Schalke. Ja, ik heb eigenlijk, ben ik dan misschien spekkoper, maar ik heb bij alle clubs waar ik gespeeld heb, heb ik eigenlijk de mooiste tijd van de club meegemaakt. RKC? RKC zijn we toen 6e geworden in de Eredivisie. Roda bijna kampioen, 2e. En Schalke 4 minuten kampioen. En de UEFA Cup en twee bekers. Dus, ja, dat 4 minuten, dat moet ook een teleurstelling geweest zijn, of niet dan? Ja, zeker weten. We zijn wel in ieder geval kampioen van de harten geworden. Ja. Meister de Hetzen in Duitsland. Ja, eigenlijk is het een beetje zo qua club, qua sfeer, dat kumpelgedoe, een beetje Roda-achtig. Ja, Roda in het groot. Ja. Wat zie jij, dat is een beetje een rotvraag. We hebben nog 1 wedstrijd te gaan tegen Den Bosch. Nu vrijdag. Thuis. En dan zou het kunnen lukken? Je moet nou uit die laatste 2 wedstrijden moet je gewoon 6 punten halen. Ja, en anders is het geen play-off. Dan heb je het gewoon niet, denk ik, want je staat zo dicht allemaal bij elkaar. Dat is de enige opdracht, denk ik, die ze mee moeten krijgen. Dat ze 6 punten moeten pakken. En ja, Den Bosch thuis en Volendam uit zijn niet de makkelijkste, denk ik, om daar 6 punten tegen te pakken. Nou weet ik niet wat het komende weekend voor weer is. Maar als het nou slecht weer is, dan zie ik je toch wel vrijdag, denk ik, bij het voetballen. Want dan hoef je hier... Ik probeer sowieso de vrijdag dat ik vrijgeroosterd ben. Ik heb gelukkig een goede baas. Ja. Daar kunnen we wel eens wat mee sluiten. Ja, het is hier dan natuurlijk wel het aangename allemaal verenigd te hebben, al die mensen. Ja.
Ja, natuurlijk, als je hier op het terras de volgende dag komt, dan gaan de eerste verhalen natuurlijk ook over de club. Ja? Ja, de mensen die weten natuurlijk dat je hier staat en dan komen ze en het was weer vandaag niks, gisteren en dit en dat. Ja, krijg je nog echt oude, oude fans? Ja, ja, die zitten er hier genoeg. Dus ja, Roda zit nog steeds in de omgeving natuurlijk. Ja. Het is alleen jammer dat het even wat minder, zowel sportief, maar ook andere dingen in de club. Met jou gaat het goed. Met mij gaat het gelukkig gek. Ik wens je nog heel veel succes. Hier ook in de Bernardeshoeve. Voor hetzelfde geld denk ik dat we elkaar vrijdag wel weer zien. Roda tegen Den Bosch, laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Ik hoop onder betere omstandigheden. Dan een pilsje, ik en een colaatje kunnen drinken om het te vieren. Ik drink nou een kopje koffie, is dat goed? Dat mag je zeker doen. Ik hoop dat die smaakt. Dank je. Marco van Hoogdalen. Oud Roda JC en Schalke 04. Onze gast in de Roda JC Club TV. Tot de volgende keer.